Steven Dalebout, goedemiddag. Hi, jammer. Alles goed? Hallo. Ja, goed. Hoe is het met jou? Ja, gaat prima eigenlijk. Ik vermaak me wel ondanks deze coronatijd. Ja, wat ben je allemaal aan het doen in deze tijd? Nu er geen evenementen zijn, geen tours. Ja, nou ja, inderdaad. Dat is wel mijn deel. Mijn werk bestaat voor een groot deel uit op pad zijn en reizen naar waar er sport is. En dat had dus de afgelopen maanden betekend dat ik heel veel in België zou zijn voor de grote wielerklassiekers, hè, en ook in Frankrijk. En dat had ook betekend dat ik in juli naar de Tour de France was gegaan. En dit is eigenlijk normaal gesproken een tijd waarin ik best wel heel erg geleefd word rondom die wielerwedstrijden, die wielerkoersen. En dat is inderdaad al in één keer allemaal weggevallen. Maar wat je ook merkt is dat je, wat ook nu heel erg op mij op is gevallen, is dat je als redactie zijnde ook eigenlijk geleefd wordt door de agenda, hè? En zeker als sportredactie. En doordat dat wegvalt, moet je in één keer, of mag je in één keer meer gaan nadenken over hoe ga je de uitzendingen vullen, want die bleven voor een groot deel op de radio wel bestaan. Dat is namelijk het grootste deel van mijn werk, radio. Dat bleef wel bestaan, dus ik heb daar wel, dat heeft juist wel kansen ook opgeleverd. Dat was juist ook wel leuk eigenlijk. Wat voor kansen heeft het jou dan opgeleverd? Nou ja, kijk, verhalen die je normaal helemaal niet maakt. Of kijk, als je op een gegeven moment op een maandag zit van, goh, we hebben zondag een uitzending van 5 uur. En die is helemaal leeg. Dat is heel anders dan dat je op maandag zit van, hey, we hebben zondag een uitzending van 5 uur en 4,5 uur daarvan is voetbal. Hè? Live voetbal. Ja. Dus je bent gedwongen heel erg na te gaan denken van goh, wat verhalen kunnen we nog wel maken? En dat zijn in eerste instantie ook veel terugblikverhalen geweest. In tweede instantie kwamen er ook journalistiekere verhalen bij van goh, hoe ga je om met corona? Wat betekent dit voor de sporters? Al dat soort verhalen. Kun je er eentje delen? Wat was zo'n verhaal wat je bij zou blijven uit deze periode met een sporter? Nou, in eerste instantie ben ik vooral op zoek gegaan vanuit hier, vanuit Nederland, naar hoe gaat Vlaanderen om met het feit dat er in één keer geen Ronde van Vlaanderen was. Hè? Dat was helemaal aan het begin van de lockdown, zeg maar. En normaal gesproken zou ik daarheen reizen om mensen te spreken. Mensen langs parcours te spreken of café-eigenaren langs parcours. En dat moest nu natuurlijk allemaal van achter de computer, van achter de laptop. En dat blijkt dan ook best wel goed te kunnen. Alhoewel ik het zelf niet heel fijn vind om de hele dag stil te zitten. Dus ik neem aan dat daar blijft misschien nog wel iets van over in de toekomst. Maar ik ben wel van plan om wel weer gewoon op pad te gaan. Maar ook verhalen als, onlangs maakte ik een verhaal over een app die het juichen moet simuleren. Of eigenlijk niet moet simuleren, maar die echt het juichen moet laten horen in de tv-uitzending en in de voetbalstadions door middel van een telefoon-app. Dat soort verhalen, ja, daar kom je natuurlijk normaal gesproken niet op. Nee, en heb je dat ook gemist? Dat het sport kijken, beleven, erbij zijn? Jazeker, ja, tuurlijk. Je merkt toch wel dat je daar heel veel mee bezig bent, hè, normaal gesproken. Dus dat mis ik zeker. Aan de andere kant moet ik zeggen, ik vind het eigenlijk ook wel lekker dat je in een keer helemaal uit het ritme wordt gehaald. En daar ben ik toch ook wel, ik sta er wel tweeledig in. Maar ja, ik heb aan zich straks wel weer zin om naar sport te kijken, ja. Ja, en als je dan een van die dingen voor jezelf, waarbij je uit het ritme gehaald bent, misschien wat meer rust, wat meer ruimte om je heen te kijken. Wat is dan iets wat jij denkt, nou dat ga ik proberen vast te houden? Nou, wat ik zojuist hier jouw collega-presentator Rosal hoorde zeggen, hebben van tijd, hè, en dat is eigenlijk ook wel een beetje wat bij mij blijft hangen. Dat je niet meer de hele tijd opgejaagd bent. Niet dat ik nou zo'n heel erg gejaagd leven had, maar dit is toch wel wat relaxer nu. En dat je dat je daardoor misschien ook wel dingen meer ziet, hè, die er om je heen gebeuren. En dat je wat minder met oogkleppen doorstampt, omdat je zo efficiënt mogelijk je dag wil indelen of zo. Dat is natuurlijk ook, dat is eigenlijk omdat de lol en de creativiteit helemaal niet ten goede. Ja.
Nou, ik heb je natuurlijk ook vooral gevraagd, omdat jij als verslaggever bij de finish staat van allerlei rondes, met name ook de Tour de France. En ik ben heel erg benieuwd als sportliefhebber. Het thema van dit uur is What's New? Hoe gaan we straks, als die doorgaat, de Tour de France of een wielerronde beleven? Ja, nou, dat weet niemand. Dat is een korte antwoord, of wil je een iets langer antwoord? Ik wil niet het lange antwoord, ik wil weten hoe jij er naar kijkt. Ja, nee, er zijn, ze werken met scenario's bij de organisatie van de Tour de France. Er zijn eigenlijk drie scenario's. Het eerste scenario is de Tour gaat gewoon door zoals altijd. Hè? Maar dan wel op de nieuwe datum, dus eind augustus en september. Het tweede scenario is de Tour gaat in aangepaste vorm door. Het derde scenario is de Tour gaat niet door. Nou lijkt het er steeds meer op dat de Tour wel gehouden kan worden. Hè? Er kunnen ook weer toeristen straks naar Frankrijk. Dus dat laatste scenario, maar dat is een inschatting van mij, dat valt denk ik af. Dus ik denk dat het een scenario gaat worden waarin er een aangepaste Tour de France zal zijn. En dat betekent zo weinig mogelijk mensen in de begeleiding van de teams bijvoorbeeld. Dus de teams worden kleiner, niet qua renners, maar wel qua mensen daaromheen. Minder journalisten wordt ook wel verwacht. Het gaat natuurlijk om 5000 journalisten of zo elk jaar. 5000 journalisten die door Frankrijk trekken. Dat is natuurlijk een veelvoud van het peloton. En daar willen ze toch ook wel gaan snoeien. Je hebt al de caravaan, de reclamecaravaan die voor de koers uitrijdt. Wat natuurlijk al een halve eeuw een enorm commercieel succes is. Maar ik kan me zo voorstellen dat daar ook naar gekeken wordt. Want daar zijn ook heel veel mensen aan verbonden. Dus dan zou je de Tour qua publiek en qua omlijsting van mensen veel, veel kleiner kunnen maken. En daarbij zou je nog kunnen kijken naar, worden bijvoorbeeld startplaatsen leeggehouden, waar normaal gesproken hele dorpen of stadjes vol staan. Wordt dat nu misschien beperkt? Dat soort dingen zou, op die manier zou het kunnen worden aangepast. En wat zijn de geluiden van renners die je misschien gesproken hebt, maar ook van journalisten? Want jij bent een van die 5000 journalisten die daar ieder jaar naar Frankrijk trekt. Hoe gaat dat zijn? Wat verwachten jullie ervan? Wordt het een ander soort spel? Wordt het een andere sport hiervan? Nou, dat is wel interessant inderdaad. Als je naar de sport kijkt, dan gaat straks weer gekoerst worden. En de belangrijkste koersen beginnen in augustus weer. Dus dan is er al een maandje gekoerst. Maar heel veel renners die straks in de Tour komen, die hebben amper wedstrijden gereden. En die zullen dus eigenlijk met grote vraagtekens over elkaar ook en over zichzelf in zo'n ronde terechtkomen. Waar je normaal gesproken kan zeggen van nou, ik noem wat, Bernal die heeft al de Dauphiné gewonnen. Dus die is nu kanshebber voor de Tour ook. Hè? Die heeft al bewezen dat hij in vorm is. Kun je dat nu niet zeggen. En eigenlijk over geen enkele renner. Dus het wordt eigenlijk een soort grote explosie van vraagtekens. En dat is ook wel weer leuk. Dat is ook wel weer interessant om te zien hoe dat dan gaat. Ja, ik vind het een heel gek idee. Maar ik ben heel benieuwd. Want jullie gaan er natuurlijk, wat er ook gaat gebeuren. Radio Tour de France bestaat 50 jaar dit jaar. Ja, ja. Dus jullie zijn sowieso bezig om straks aan ons iets te laten horen. Wat gaan jullie voorbereiden? Stel dat de Tour gaat gewoon door. Oh, laat zien. Cassettebandjes van Radio Tour de France uit 1977. Wow. We zijn bezig. Radio Tour bestaat 50 jaar inderdaad. En we hebben in Hilversum een archief via beeld en geluid. En dat archief, daar zat heel veel in, maar ook echt nog veel meer niet. Dus er staan bijvoorbeeld van een Tour de France uit 1988 staat er volgens mij bijna helemaal niks in wat gedigitaliseerd is. Er zijn jaren waar de laatste minuut of de laatste 5 minuten van een etappe bewaard zijn gebleven. Maar we hebben een oproep gedaan aan mensen die nog oude cassettebandjes op zolder hebben. Dat hebben we via de NOS gedaan en dat is echt best wel succesvol. Er zijn mensen met hele dozen aankomen zetten die jarenlang Radio Tour de France hebben opgenomen. En dat zegt ook trouwens al wat over hoe mensen dat programma beleven. Hè. Dat is echt wel leuk. Minuut voor minuut luisteren kan niet. Maar we gaan ze wel zoveel mogelijk bij langs. Al die bandjes. En we zijn op zoek naar leuke fragmenten natuurlijk. Over
bijvoorbeeld de Tour van 77. En ik ben dan nu montages aan het maken voor Radio Tour de France. Als het eind augustus dan inderdaad van start gaat. En die montages bestaan dan uit allerlei oude fragmenten. Dat is heel grappig. Theo Komen komt voorbij. Hè, en verslaggevers die ook nu nog in leven zijn, zoals Even ten Napel. Ja, die waren toen ook in die tijd ook al bezig. Wow. Ja, en jij bent ook onderdeel van die geschiedenis. En gelukkig hopelijk ook van de toekomst. Ik ben heel benieuwd, want we kunnen straks weer naar jullie luisteren. Wat ik het meest mis en waar ik altijd het meest naar uitkijk als de Tour de France weer in zicht is, is altijd de finish tune op Radio Tarantula. We kunnen jou ondertussen ook horen. Want tot slot alleen nog, wat heb jij dan in de tussentijd gedaan qua podcast? En ik wil van jou weten wat jij het meest gemist hebt en waar je weer naar uitkijkt. De eerste vraag snapte ik niet helemaal. Nou, want we kunnen jou nu ook beluisteren, terwijl er geen sportje is. Ik heb tijdens de coronatijd heb ik ook aan... eigenlijk voor de coronatijd heb ik opnames gemaakt voor een podcast die in de coronatijd is verschenen. Het geluid van sport. Was heel erg leuk om te maken. Dit was seizoen 1, er komt zeer waarschijnlijk nog meer aan. Maar dat gaat over de rol die geluid speelt in sport. En ook heel erg gedetailleerd heb ik geprobeerd dat vast te leggen, dat geluid, hè, per sport. Dus dat gaat over synchroon zwemmen, tennis, basketbal. Is via elke podcast app te downloaden. NPO Radio 1 podcast, Het Geluid van Sport, allemaal luisteren. daar ga ik nog mee verder, dat zal later dit jaar zijn, denk ik. En in één zin, waar kijk je het meest naar uit? Wat heb je het meest gemist en wat kijk je eruit om weer te kunnen doen? Toen jij zojuist aankondigde dat jij, ik ben even haar naam vergeten, van Tivoli Vredenburg in de uitzending had. Tessa. Ja, precies, Tessa. Toen zat ik terug te denken aan vorige week dat ik in de rij stond voor 30 kaartjes. Want er zijn nu concerten van 30 mannen. Dus ik heb in de virtuele rij gestaan en ik werd het natuurlijk... Dat is allemaal niet gelukt, want ik werd er binnen 2 minuten alweer uitgegooid. Maar het idee om in een rij te staan voor een concert, dat vond ik eigenlijk al wel weer heel erg fijn. Dus daar kijk ik zeker naar uit. Ja, de keer dat ik weer ergens naar binnen kan met een biertje in mijn hand naar een goede band of een goede DJ kijken, daar kijk ik zeker naar uit. Ja. Nou, daar sluit ik me bij aan. Dankjewel voor vandaag. Heel veel succes en veel plezier met het luisteren van al die cassettebandjes.